Hey, hey, welkom in deze bonusaflevering. We gaan een schoenenreview maken, maar dan anders. Dus blijf kijken of luisteren. Um, eerder dit seizoen hebben we dat ook gedaan. Hebben we een paar schoenen gehad van het schoenenmerk Brooks. Mm -hmm. Helemaal gratis. Kortom, deze content is toch een soort van sponsored content. Want die zouden we niet maken als we de gratis schoenen niet gehad hebben. Met het verzoek willen jullie deze schoenen eens testen en reviewen. Dat waren toen de Brooks Ghost Maxen. Ja. En wat ik me toen al een beetje voelde. En uh, hè, bedoel, we hebben dat naar eer en geweten zo goed mogelijk gedaan. Maar ja, waar wij normaal als Slimmer Presteren uh, podcast. stilstaan bij wetenschap. Wat is algemeen bekend? Hoe verhoudt zich dit tot alle andere kennis en kunde? Ja, wat ja. weten wij nou van hardloopschoenen? -jurken? Nee, we wilden ze ook niet doormidden zagen. En dan nee. die zol bekijken. Nee, nee. En, uh... Dus wij hebben daar een beetje zitten vertellen dat we het fijne schoenen ja. vonden. Het mooie schoenen vonden. We hebben wat feitjes uit Fact Sheet geteld. En toen kregen wij natuurlijk terecht wat uh, commentaar op van uh, trouwe vrienden van de show en luisteraars. Die zeiden, ja jongens, wat ben je nou aan het doen? Als ik echt op zoek ben naar een schoenenreview... dan wil ik iemand die echt goed kan vergelijken hoe schoenen zich tot elkaar verhouden. Nou, dat kunnen wij ja, niet. En toen wachten wij op al die sponsoren die ook hun schoenen doneerden. Die kwamen niet. Nee. Maar ja, Brooks wel. Maar we hebben ja. een oplossing bedacht. Want Brooks vond vorige aflevering toch zo leuk en waardevol. En die wil zo graag toch ook iets met de Slimmer Presteren podcast community doen. Dat ze meteen nog twee blauwe dozen opstuurde. Ja. Ze staan hier bij ons in de studio. Mooie blauwe doos. Uh, ik heb gelukkig dit keer wel een knalrood paar. En jij hebt een uh, knalblauw paar. We hebben er allebei. Uh, hoeveel kilometer heb je erop gelopen? Ongeveer? Nou, zeker. Uh, ik ben er ongeveer. Pak een meter als ik 40 kilometer in de week maak. Nou, en we hebben ze nu bijna. Een maandje. Uh, maar ja, dan. Tel maar uit, 106 kilometer. Ja. Want ik nou, doe ze toch bijna altijd aan. Ik heb uh, ook even op uh, Strava gekeken. Ik heb meerdere paar schoenen. Maar op deze schoenen heb ik nu zo'n uh, 90 kilometer gelopen. En wat we willen doen in deze korte bonusaflevering, dus optioneel, is gewoon wat meer bij ons past. Een aantal verhalen van de loopjes die we met deze schoenen ja. hebben gedaan uh, vertellen. Ja. Maar dat kunnen natuurlijk niet door doen zonder iets meer te vertellen over de feiten van deze schoen. Waar hebben we het over? We hebben het over de Brooks Glycerin 21. Ja. Komt uit het voorjaar 2024. Waarbij ik me meteen afvroeg en jij het antwoord niet wist. Zou dit dan de 21ste versie zijn van de Glycerin? We ja, zien dus in ieder geval een Glycerin niet. 20, weet ik. Ja. Uh, die worden met elkaar vergeleken en daar zitten dan kleine verschillen tussen. Wat heb je gevonden? Ja, um, hij is wat lichter met name. Ja. Dat is uh, wel een ding wat uh, naar voren komt. Wij kunnen hem natuurlijk ook vergelijken met de Ghost Max. Ja. Die we ook mochten vergelijken van Brooks. En uh, die was helemaal geënt op comfort. Zeiden ja. wij in de vorige review ook. Hij is ook echt, wat hij zwaarder, zat heel was lekker. Ja. Was wat zwaarder. En toen je deze aantrok, voelde hij ook meteen, die is lichter. Ja. Wat zegt de fact sheet? Ik heb twee naast elkaar gehad. 76 gram, meen ik. 278 288. voor het mannenmodel, 249 ja. voor het uh, vrouwenmodel. En dat is zo'n 40 gram lichter. Dan de Ghost Max. Ja. denk je 40 gram heb je, er, maar je, ja. je voelt het ook. Maar je voelt het wel. Wat is nou de belofte van de Glissering 21 als ik op de sheet kijk? Supremely soft and comfortable. Dus hij uh, zit toch ook lekker in het zachte, comfortabele segment. eens Een uh, distraction-free ride. Dan moest je aan lachen. Ja. Hoezo zorg je ja. schoenen dat je niet bent afgeleid? Ik zit de hele tijd op mijn schoenen te kijken. Nou, we vertelden wel voor schoenen. We hebben wel eens schoenen gehad met aan de onderkant uh, allemaal gaten in de zon. Ja. Daar blijven veel stenen Klopt, en appels in hangen. Dat, dat de leidt dan niet. af. Ja. Um, top of the line soft cushioning. Oftewel soft, uh, lekker zachte bovenkant, herken ik. En dan een bijzonder feitje van de glycerin: ja, de, de Nitrogen zool. Infused DNA Loft V3. Dat gaat ja. over de zool. Nitrogen is stikstof. Ja. Daar hebben we ook even naar nou, zitten googelen. Van ja, wat, wat maakt het nou eigenlijk uit? Als je stikstof ergens in. Spreekt? Ja, ik dacht eerst: hey, is dat een, manier, een nieuwe manier om stikstof op te slaan? Ja. E e Goed, heel handig. Rondom de hele uh, He, ze stikstof Carbon-free. Uh, carbon ja. Er Zit geen carbonplaat in deze schoen? Nee, maar dat is hun. Dus een ja, speciale uh, technologie is die DNA-Loft V3. Nou ja, wat DNA hiermee te maken heeft, weet ik niet precies. <laughs> maar ik zag een filmpje waarin ze uh, in ieder geval vloeibaar stikstof uh, verwarmen. Eh, samen denk ik met rubber of noem maar op. Dan creëer je bellen. Ja. En ja, daardoor krijg je iets luchtigs. En dan kun je luchtig schuim of nou, schuimrubber maken. Dus ik denk dat ze dat op die manier hebben gedaan. Nou, je wil natuurlijk, je zool wil je niet te zwaar maken. Dus dat is fijn om daar gaten in te krijgen. Ja. Dat kun je doen. Maar als je alleen maar lucht neemt, heb ik me laten vertellen. Dat kan redelijk makkelijk weer... Uh, eruit vloeien, ontsnappen, ja, elk, elk de druk is een klein neemt af. af. Ja. Poreus natuurlijk. Ja, precies. Ja. Alleen dat is het voordeel van stikstofbellen: die zijn wat uh, stabieler, ja. uh, minder afhankelijk ook van temperatuursverschillen. Dus op die manier vermoed ik... Ja, een stikstofmolecuul is ook groter dan een zuurstofmolecuul, toch? Dus dan blijft die makkelijker binnen. N2 en O2. Ja, O is uh, nummertje 2 in het uh, periodieke systeem der elementen. En N is 16, denk ik, hè? Hé, hey, tot maar... zover onze in-depth kennis over ja. uh, deze schoenen. Wat maar... moeten we nog bij zeggen? Prijsniveau ligt een tikkie hoger uh, dan die uh, Ghost ja. Maxen. Maar nog steeds uh, ruim onder de 200 euro. En daarmee zeggen zij uh, ook van dit is... Die Ghost Max is meer een trainingsschoen, echt. Ja. En dit is een prima wedstrijdschoen. Ja. Want laten we maar eens ja. beginnen over verhalen op deze schoenen. Um, we brengen deze bonusaflevering uit in de week voor de Rotterdam mm -hmm. Marathon. Uh, omdat we toch niet verwachten dat mensen die die gaan lopen... nu nog nieuwe schoenen gaan kopen. Misschien je volgende paar kan interessant zijn. Jurgen, op welke schoenen ga jij zondag lopen? Ik ga op de Brooks uh, Glycerin jij gaat uh, lopen. gaat deze? Ja. Ja? ja. Dankjewel, Brooks. Dat is uh, leuk. Um, uh, ik, uh, weet, ik loop mijn marathons op andere, uh, merk, uh, andere merk schoenen, maar daar gaat het niet om. Wat hebben deze schoenen beleefd? Ze zien... Bij ons allebei er vrij smerig uit voor de ja. kijkers op YouTube. Er zit uh, een, de nodige modder op. Voor mij uh, springt er één loop echt heel erg uit, die ik met deze schoen heb gedaan. En dat is uh, uh, midden maart, derde week van maart, een trailrun in Duitsland. Uh, Teuto Wald, samen met uh, Matthijs, UATT Matthijs, gingen wij 25 kilometer lang, uh, 500 hoogtemeters Zo. de 10 klippen loop doen. Mm -hmm. Nou, daar kunnen we zo een klein racereportje van maken. Daar wil ik je graag meer over vertellen. Maar wat, wat is voor jou een bijzondere loop? Ja, dat is toch denk ik mijn langste training tot Rotterdam ja. toe. toe. Oh. Die 38 kilometer. De mensen die het gemist hebben. Jij deed even drieënhalve ja. week voor de Rotterdam Marathon... een lange duurloop van 38 ja. kilometer. Nou ja, in het kort. Omdat ik me had... Ja, mensen zeggen dan... Uh, let op, rond de 34 kilometer gaat het gebeuren. Dus dat zat gewoon achter in mijn hoofd. Continu. Heb ik wel uh, die lange duurloop uh, al gedaan? Wanneer moet ik hem doen? Ik moet hem een keer doen. Dus ik trok uh, de stoute Brooks Clifton schoenen aan op een <laughs> zaterdagochtend. <tien> en ik had me bedacht, nou, ik had zelfs gedacht stel dat ik last krijg van mijn voeten. Dan ga ik ze gewoon wisselen, want ik had heel slim drie rondjes gemaakt. En op die manier dacht ik, ah, dan kom ik om de pakken meet 12, 10, 12 kilometer even langs huis. Kan ik, uh, nou, wat drinken. Misschien wat eten, misschien naar de wc. Nou, ik heb uiteindelijk die schoenen heb ik gewoon aangelaten. Oké, okay, hoofdvraag. We hebben het over schoenen. Want dit verhaal heb je natuurlijk ook in de bonus zitten vertellen over... Vraag ons alles over de marathon. Dus ja. sommige luisteraars denken, dit ken ik al. Hoogvraag, Laten ja. we focussen op de schoenen. Ik, had je pijn aan je voeten? Uh, nee, ik had alleen licht wel op het eind. Uh, kwam ik erachter dat ik mijn nagels toch ook had moeten Tellam. knippen. Dus is dat, een... dat is wel een tip die marathonlopers voor aanstaande zondag... nu op de ja. dinsdag, woensdag, donderdag nog kunnen doen... Knip je nagels. Liever ook nu, hè? Want mocht je dan wat tekort te knippen of inknippen, dan hebben ze nog twee, drie ja. dagen om wat uit uh, te komen. En uh, ik vond het met name de plus, omdat ik eigenlijk normaal alleen maar in het bos loop. Ja. Uh, toen had ik burst iets. Ik doe mijn tweede rondje doe ik helemaal eigenlijk hard. verhard. Verhard. Met eigenlijk had ik iets, oh jee, dan, dan ga ik natuurlijk mijn hamstrings, mijn gevoelige ja, hamstrings ja. wel voelen. En eigenlijk gebeurde dat niet, dus ik kan alleen maar ja, met dit NS1-experiment zeggen: deze schoenen waren in ieder geval op dat moment. Uh, ja, goed genoeg om eigenlijk die, uh, die, die vermoedelijke kramp, die waar ik bang voor was, in ieder geval uh, niet, te niet te krijgen. Nee, ja. Ja, lekker plan Ook een maandje voor de marathon, nieuwe schoenen, dadelijk dikke 130, 140 kilometer erop. Dat ja. is gewoon goed ingelopen, Nou ja, hoor. goed. Ik weet dat jij nog een keer mensen vroegen, oh, ga je nog, nog even die superstappers hebben, die carbonplaat? Ja. Ik had zoiets, jongen. Uh, waarom? Gezien mijn doel, uitlopen gezien misschien de beoogde tijd van nou, wat dan nou pak een beet vier uur ga ik nog steeds voor ja ja ik zie mezelf daar al weet ik het hoeveel geld uitgeven aan en me, als ik, me, ik ik besprak het met mijn vrouw en die zei hè, je hebt net een nieuwe gehad ja en toen zei het ja, natuurlijk naar deze nou en bekende wijsheid uit de slimme Perseren podcast de uh, grootste kans om geen blessures aan van de ja. te krijgen is dat ze lekker zitten ja. nou, nou, En nou deze ze. zitten lekker ja ik heb wel een mooi avontuur. Uh, we gingen trailen. Zijn dit dan trailschoenen? Nee. Nou, het zijn gewoon uh, lekker lichte schoenen. Ze ja, zijn ik vind stabiel. Wel, ja, ook met die, uh, nog even met die Ghost Max. Ik vind ze lekker breed, zeg maar. Ja. Waar breed, ik de vorige keer uh, al voedsel. zei van... Hé, hey, dat ben ik eigenlijk niet gewend. Ik, ik dacht toch al dat ik smalle voeten had. Dat geeft wel een bepaalde stabiliteit, ja. heb ik gemerkt. Dat ja. is dan wel een nieuwe... Uh, ja. ja. Ik ging trailen in uh, Duitsland, Hellingen. Beetje vochtig. Dus je zou zeggen, heb je dan genoeg grip ja. met deze onderkant? Ja, nou, er zit gewoon uh, twee millimeter rubber op met wat profiel, waar lekker niks in blijft zitten. Ik ben, ik ben nergens gaan glijden. Ik heb ook nergens het gevoel gehad dat ik ging glijden. En uh, wat wel leuk is, dit was mijn tweede internationale wedstrijd. Een uh, half jaar geleden ook al een keer met, uh, met Matthijs naar Duitsland gereden. Duits trailen is leuk, want ja. je komt in ieder geval deze twee keer, uh, vindt, uh, de, de, de wedstrijd start en begint rondom een soort schoolplein. De gymzaal, daar hebben ze tapijt in gelegd. Dat is een soort van het wedstrijdsecretariaat. En het is daar in ieder geval traditie dat alle vrijwilligers taarten bakken. Dus je hebt soort langs de hele lange zijde van de gymzaal. staat een enorm buffet met zelfgebakken taarten. die ze dan voor 1,50 euro of zo verkopen. Voorafgaand aan al meteen? Er zijn volgens uh... mij mensen die dat voorafgaand uh, pakken. maar vooral na afloop, ja, natuurlijk. Ja. En wat typisch is in het kader van catering van Duitse trails... is dat je ook als je over de finish komt... staat er niet een grote tafel met water en sportdrank. Ah. Maar staat er staat gewoon een hele grote tafel met bier. Grote pullen? Nee, flessen. Oké. Okay. En wel ook alcoholvrij. Ja. Dus 0.0 uh, bier. radlerbier bier. En, en toch ook wel gewoon bier met alcohol. Dat, uh, dat doen ze ook. Dus dat is al typisch en leuk. En wat deze helemaal bijzonder maakt... is dat het tien klippen lopen, zei het al. Dus we moesten tien uh, hellingen op... Zo'n tussen de 60 en, en, en de 45 meter hoogteverschil. Dus ja, ja. een beetje Utrechtse heuvelrug plus, weet je wel. En, uh, maar ze hadden dat wel heel leuk gedaan. Ze hadden al die 10 hellingen beschreven. En ook heel goed gemarkeerd. Dus aan het begin van zo'n helling ja, stond zo'n zo groot geel bord. met dit is klim 3. Ja. Hij duurt zo 600 meter. In je in gaat zo veel middelsteigingspercentage of de hoogtemeters. Ja. De hoogtemeters ja. Dus dat maakte dat die... Wedstrijd heel lekker, liep je gewoon ja. die klippen af. Van klippen, naar klippen. Ja. Ik had van tevoren dus ook gelezen dat er stijgingspercentages van 24% in zaten. Dat vond ik heel spannend. Ja. Nou, Ging achteraf... je wandelen? Nee, ik, had altijd... ik wilde niet wandelen. Daar, ja. daar heb ik een beetje boertje dood aan. Um, en wat ik, wat ik dit keer ook uh, anders wilde doen dan een half jaar geleden. Ander, een half jaar geleden was ik ook met Matthijs. Toen hadden we eigenlijk niet zo sociaal gelopen. Toen waren elkaar ja. ergens na vier kilometer of zo was ik er vandoor gegaan, heb ik die hele race in mijn eentje uh, lopen draven. Dus nu zijn we tegen elkaar: zullen we, zullen we wat meer bij elkaar blijven? Was plan. <laughs> Klinkt als uh, niet mogelijk. Ja. Rustige duurloop. Dus wij, uh, wij zijn lekker gaan lopen. Het was een mooie omgeving, Teutowald daar. We hebben letterlijk alle weertypen gehad. Kilometer één ja. hagel. Ja. Begon met een fikse hagelbij. Waar kom je dan achter? Van Hagel word je niet nat. Nee. Hagel, Hagel staat het gewoon van af. Ja, prima. Word je er wel koud van, denk ik? Nee, ook niet hoor. Daar merk ah, okay. je me niks van. Ja. Het prikt een beetje als ja. je af en toe geraakt wordt. Met pijn. Um, ja. Tweede kilometer werd iets minder. Werd de Hagel langzaam wat meer ah, okay. natte uh, sneeuwregen. En toen kwamen we aan de top van de eerste helling. Toen hadden we gewoon licht- en geluidseffecten. Toen hoorde je zo knetter, 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 knetter. <laughs> hoor je zo hè, twee lichtflitsen en de, de bliksem. of de donder uh, door het teutelwald. Ik dacht nog nou gaan we nu staken of eruit. Nou, ja. iedereen liep gewoon door. Dus geen we liepen, waarschuwing. We liepen gewoon uh, door. Uh, ja. dus, uh, en daarna klaarde het weer op. We hebben ook zon gezien, blauwe lucht gezien. In de laatste kilometers regende het weer. Kortom, alle weer type Nou, wij draven. Ik denk, uh, oké, okay, daar komen ze. De klippen, de klippen, 24 procent. Toen kwam ik erachter. Het, het valt wel mee. Wat ik zeg, uh, Ameroense ja. achtig niveau. Hè? duurt een tijdje. Je draaft gewoon rustig door. Kom je ook mensen tegen die stokken meenemen? Nee. Helemaal dat niet, had want... ik me dus ook ja. verwacht, maar dat was dus helemaal niet okay. zo. Nee, dus zo tril was het weer niet. Het was meer een heuvelloop, denk ik. Maar dan wel met echte heuvels. En uh, wij rustig beginnen. En ik denk dat, uh, dat ik een keer, nou, tot 16, 17 kilometer liep ik echt te denken. Nou, we uh, beginnen schapsen. En die, en die clipjes, die gingen maar weg. En het volgende clip. Het enige wat mij opviel, was dat Matthijs de hele tijd vrij hard de afdaling inging. En ik wist wel waarom hij dat deed. Ik had hem verteld bij de vorige trail dat ik daar veel meters had gemaakt. Achteraf zei hij ook: Ja, dat is toch jouw ding. Aha, okay. Maar ja, ik had daar helemaal geen zin in die dag. Dus ik had de eerste twee hellingen was ik al een beetje achter blijven hangen. Ja. ik denk, nou, zal die snappen dat we helemaal niet zo hard naar beneden hoeven. Maar hij bleef het maar doen. Dus dat ik had... lag niet aan de glisterins, dus die je uh, afremde. Nee, nee <laughs> was, zeker niet. Het was nee. jezelf. Je ik ik was van, zelf. Waarom? Maar goed, op een gegeven moment had ik me bij Heuvel 3 erbij neergelegd. Wij gaan hard de heuvels af. Ja. Dus ik meen de harde heuvels. Maar dat, dat is wel een aardige belasting op de bovenbenen. Hè. Ja. Vond het toch spannend met die klippen die nog moesten komen. Nou, wij door, klip 6, 7, 8. Op een gegeven moment begin je dan te denken. Um, maar niet, ik snap dan niet, heb je niet even onderling even afgesproken? Hé, hey, Mathijs. Uh, zullen we dit doen? Of ja, zes? ik heb of... daar wel iets van gezegd. Wij liepen ja. ook wel een beetje te kletsen, maar uh, nee, nou, toch niet. Uh, <laughs> Toen, een hele grappige race in drie fasen. Kilometer 17, wij komen bij clip 8. Was ook interessant, ze hadden ons weken van tevoren al gemaild. Uh, het worden maar negen klippen, want de tiende clip staat onder water. Veel wateroverlast, het worden mm. maar negen klippen. Ik ben het later terug gaan zoeken, want hier komt iets natuurlijk. Zelfs om half zes op vrijdag, de trail was op zaterdag, hebben ze nog gemaild. Sorry, de tiende clip staat onder water. Wij komen bij clip acht. Dat is een, een van de langste van de dag. En ik kijk daar zo eens op. En daar vallen opeens allemaal lopers stil. Ja. Langzaam. Een paar wandelen. Iets. <laughs> iets. Ik weet niet wat. Triggert in mij. Ik kan daar niet goed tegen. Dus ik krijg een soort rode lap voor mijn ogen. En ik begin ja, dat in te halen. Ah. Ik ga omhoog. Erachteraan. 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 Ik kom boven, het is leuk, er stond ook veel publiek boven, foto's boven. Nou, ga ik ook goed op. En ik merk dat Matthijs er niet meer helemaal achter zit. Oké. Okay. En ik zie daar een bord staan. Zo'n klapbord, er staat nu nog maar twee klippen. Dat ik denk, nee, dat klopt niet. <laughs> nee, nu nog die maar ze, één clip. Dat hebben ze maar vergeten. Ik denk, dat is gewoon het ja. bord wat hier altijd staat. weet je wel. Dat ja. zullen ze wel neergezet hebben. Nou, dus ik bovenop even wachten op Matthijs. Uh, ik zeg, Matthijs gaat weer. Ja, ja, ja. Was wel iets te veel. Oké, okay, nou prima. Ik sta aan. Hartslag omhoog. Gaan, gaan, gaan. Wij gaan de afdaling in. Hop, clip 9. Ik denk, nou, mogelijk de laatste clip. Ja. He? En daarna was het nog. Ik had de eerste twee kilometer liepen wij plat om het dorp uit. Dus ik dacht: helemaal, oh, lekker, kunnen we daar plat terug naar het dorp? Finish, is klaar, afgelopen. Clip 9 was ook interessant. Er stonden de hele tijd bordjes. Dat is Duitse humor blijkbaar. Er stond eerst al een <laughs> bord langs de kant. Nu omdraaien heeft geen zin meer. Ah, okay. Vond ik ja, grappig. Ja. Ja. Volgende bordje: bovenaan ga je abstiegen. En nog 200 meter, dan gaat het feest beginnen. Volgende boom: zit een bordje. Pas op. Bovenop geen water. Ik denk, wat gaat er komen, joh? Klinkt wel als de laatste helling, dus. Zeker. Komen wij dus de bocht om, staat er dus. Een gast, ik heb een foto op mijn Strava gezet. Dikke dansmuziek aantukken, staat er een snapsstation. Staat gewoon een tafel met snaps. Nou ja, Matthijs en ik er langs gelopen. Ik, denk, nou, dit, dit is typisch de laatste clip. Snap je naar de finish en gaan. Wij naar beneden. Ik had me wel een beetje verdiept in het landschap. En ik dacht al, dat klopt iets niet. Dat, dat dorp is daar. En ja, hoor. Tiende clip. Ja, ja, toch. Ja, Matthijs was er wel bij, maar die had de negende clip ook zwaar gehad. Maar die had dat soort van op uh, de laatste clip ja. getrokken. En toen, ik weet niet waarom. Ik verbaas mezelf soms ook. Tiende clip. Ik was boos op de organisatie. Ja. Ik denk, hoezo? Toch een tiende clip? Ik was ook langzaamaan een beetje boos op Matthijs, want ik voelde mijn bovenbenen behoorlijk branden van dat de hele tijd dat gedaald. Dus ik denk, en nou zal ik hem ook naar de finish duwen ook. Dus ik die tiende clip weer gas op. En ik denk uh, in de afdaling van de tiende clip, weet je wat Matthijs, jij wil zo hard dalen. Jij komt mij wel bijhalen, toch? Nou, ik heb Matthijs uh, nooit meer gezien, want wij komen weer de tiende clip de, dalen we af. Komt bos uit. Dit, dit, de tiende clip af was ook de eerste clip op. Dus ik denk, oh, oké, okay, okay. nu gaan ja, we rechts. Op die manier, ja. Vals plat. Ja. Naar huis. Staat onderaan een pijltje. Links af. Kak. Moesten we niet alleen nog eerst weer een stuk omhoog. Die niet aangekondigd was. Dat ja. was de 10.1 clip. Moesten we nog verder. drie kilometer oh. <laughs> om dat dorp heen rennen, jongen. Dus die... En jouw horloge klopte wel, zeg maar, qua afstand. Het dus klopte dat gewoon, wel, ja. ja. Nee, ik was gewoon totaal mindfuck. Ja, en precies. toen was het dus gewoon nog drie kilometer ja. sterven. Ik heb echt gestorven. Maar ja, ik had natuurlijk net dit nieuwe boek gelezen ja. over... How bad do you want ja. it? Het gaat niet om hoe je je voelt. Het gaat erom hoe je het ervaart. Dus ik denk, uh, ik ben niet moe. Ik kan dit gewoon. Ja, en de glisserins die gingen wel door. De glisserin die stampte ja. lekker door. Maar wat, ja. ik, wat ik fascinerend vond aan dit raceverloop... is dat ik dus soort van... 17 kilometer aan het beginnen ben geweest. Ah, ik heb vijf kilometer ja. gereest, soort van, met Matthijs. Ja. En drie kilometer gestorven. Grappig, ja. ja. En Matthijs heeft je ook niet meer bijgehaald, uh... Nee. nee, uiteindelijk zat ik er anderhalf Kijk. minuut. Ja, en dat vond ik ook flauw, maar hij kon het ook wel waarderen. Dan ga dan, dan je dus social runnen, nee. maar ik kan het toch uh, niet laten om te ja. racen. En je moest wel samen in die auto terug. En dan, ja, maar die vinden, ja, uh, wij, ja, wij uh, zijn uh, wel zomaar elkaar. We vonden het toch ook leuk. Nou, we konden er samen uh, om lachen, samen taart gegeten, uh, ja. vrij biertje ja. gedronken en ja. een mooi verhaal. En uiteindelijk zeiden we ook tegen elkaar, het is heel gezellig, maar er moet wel even gereisd ja, nee, worden oh, natuurlijk. Ja, ja. leuk. Ja, ja. Dus uh, ja. dat is wel een beetje mijn verhaal. Dus dat ga je vaker doen, dit soort internationale tripjes, of niet? Ja. ja, ik heb natuurlijk een beetje beleid. Ik race wel uh, in mijn eigen land. Um, We hebben een uh, leuke triathlons voor Nou ja, ja dan zou ik hem hier droppen dan. We gingen natuurlijk een beetje, waar zag ik hem droppen? Wat er nou gebeurd was, ik heb heerlijk gelopen 25 kilometer. Mijn thema was natuurlijk kort en hard. Ja. En ik heb op Strava al een beetje laten vallen: dat dat kort en hard, maar eigenlijk minder bevalt dan ik dacht. Want het is gewoon heel erg vervelende pijn. Het <laughs> <laughs> is namelijk gewoon drie kwartier, veertig minuten RPE-10 pijn. Ja. Ja. Terwijl Daar ik moet je deze, te ja. deze, deze trailrun weer merkte. Ja, die drie kilometer was ja. wel een soort van sterven. Er ah, dat was, dat was toch andere pijn. word je wel moe van. Ja. Ik vond dat lekkere pijn. Meer een, uh, ja, een langere vermoeidheid. Ja. Of, uh, ja, en lekker draven. Ja. Dus maar die... niet continu dat stemmetje van. Nee, uh, stoppen, stoppen. Ja, precies. Stoppen. Ja. Nee. En toen hadden wij die uh, dinsdag daarna hadden wij de vraag ons alles over de marathon. Met dat prachtige fragment van uh, de Rotterdam Marathon. En al jouw voorpret, jullie voorpret. Dus ik heb mijn trainer eens een appje gestuurd. Ik zeg: Trainer, tuurlijk gaan we nog voor de korte en harde triathlons uh, straks in juni. Maar, eh. maar uh, zou een, een beetje een lekkere, rustige lange duurloop van een uur of vier daar ook <laughs> nog in passen? Uh, nou, <laughs> nou zei hij: als je, als je hem zo insteekt en geen gezeik met PR'en. Ik zei: Nee, zeker niet. Gewoon meemaken. Nou, dan kan het. Ja. Dus, dus uh, ik zie jou in Rotterdam. Nee, Rotterdam staat in het teken wow, okay. van jouw supporten en ja. iedereen meedoen. Nee, ik heb me ingeschreven voor uh, Marathon van Enschede wow. of, uh, over anderhalve week. Ja. Dus uh, de oudste Marathon van Nederland. In het kader toch van mijn project alle Marathons van Nederland afvinken. Voelde ik uh, in Duitsland op die glisserintjes. Ik ben oh, zo fit. Ja. Uh, ik vind dit zo leuk. Volgens mij uh, kan ik prima als ik gewoon voor een vier uur tijd ga of zo. Dat rustig is doen. die op de is dat die op dat vliegveld of was dat toen eenmaal? Nee, het is door de stad. Wa ja. Welke herhaling ik nu door de Wagen? Misschien is er iets was over corona tijd. Ja, dat hebben ze dat zo. denk ik wel. Ja. Nee, uh, start in het centrum, finish <laughs> in het centrum, gaat wel over naar buiten. Precies een week naar Rotterdam. Dus is 21 april. Ja, ja. dus uh, we gaan er geen grote slimme poster event van maken. We gaan ook niet uh, maar de glitterins gaan we waarschijnlijk niet aan. Nee. ik Ga maar wel lekker gaat... veel trainen op ja. de glitterins en ik ga op mijn wel op mijn dikke zolen. En dan streeft streeftijd 4 uur. Zoiets, ja, of 4,5 voor mijn part. Maar ja, gewoon, jij gaat eerst kijk, kijken wat ik loop en dan denk je... nou, en dan ja, ga ik daar net iets boven, ja, zitten. precies. <laughs> boven, hè? boven, ja, ja, toch <laughs> goed voor mijzelf goed voor jouw gevoel. Ja, ja. Okay. nee, maar in het kader van uh, lang, rustig duren, ik bedoel, jij ja. hebt ook. Uh, we hebben ook laatst op de uh, met de Chapter Utrecht hebben we hier ook wat, wat, wat liepen we, ik geloof zes minuten kilometer, kletsend. Jij vanaf uh, station. Driebergen naast station Rene, Ja, ja wij liepen hem andersom. Ja, ja. En toen voelde ik ook, ja, maar dat kan gewoon prima. Nee, maar het is heerlijk uh, eigenlijk uh, strollen door het ja, bos. En, ja. Uh, ja, dus uh, de, die twee verhalen even aan de Blue Brooks ja. uh, Glycerins. Uh, fijne schoenen, leuke schoenen, mooie verhalen. Uh, jij ja, uh, gaat en wat je er dan allemaal in zit schrijven. en welke technologie. Uh, ja. Nou, daar hebben we iets over gezegd. Ja, toch? <laughs> De ja. dna laf Fijne schoentjes. Uh, Broeks, dankjewel. Uh, en we gaan er nog meer over horen, want uh, volgende week, dus niet aanstaande vrijdag, dan hebben we een leuke aflevering over ijsbaden. Ja. Maar volgende week dinsdag treffen we elkaar weer. Dan gaan we eens even de nabeschouwing maken. IJs en Weterin. Ja, ja, precies. Weet niet over jouw Rotterdam Marathon van zondag. Of ik er dan wel bij wil zitten. Joh, en die is ja. uh, volgende week vrijdag in je favoriete podcast speler. Laten we dat doen. Nou... Laat ik dan nog een keer oproepen, mocht je nou denken, beste Jacco of andere luisteraars, nou, dit is een schoenenreview waar ik wel wat mee kan. Ik weet nog steeds niet hoe die schoenen zich verhouden tot anderen, maar we hebben Broeks mooie aandacht gegeven en een leuk verhaal over hardlopen verteld. Dan uh, kun je reageren, bijvoorbeeld via Slimmer slimmerpodcast op Instagram of via slimmer Podcast op LinkedIn. Gaan ze daar volgen, dan weet je in ieder geval altijd waar de aflevering van die week over gaat. En je kan er ook hartjes en duimpjes uitdelen, zodat veel mensen die aflevering vinden. Uiteraard zijn we het ook te vinden op YouTube, waar je dit misschien wel zit te kijken. Uh, zoek even op Gerrit Heikoop YouTube kanaal. Daar vind je alle slimmer posteren, podcast afleveringen in video. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl vind je alle afleveringen. Alles wat we gemaakt hebben: over hardlopen, triathlon, voeding, slimmer posteren, herstellen, ijsbaden. Dat vanaf aanstaande vrijdag. Um, of mail ons op post.slimmerpodcast.nl. Tot zover. Broeks, dankjewel voor de gratis schoenen. En mocht jij nou bij een merk werken en denken, hé, hey, we hebben ook shit te geven. Eerst even mailen en, mailen en bellen. Want uh, we doen niet alles voor gratis schoenen. Nee, zeker niet. Maar uh, in goed overleg komen we altijd tot een leuk plan. Veel plezier zondag. Dankjewel.